Planting 1 million trees in 5 years project is gisteren van start gegaan in Saramacca, onder leiding van het ministerie van Openbare Werken. Het doel is om 1 miljoen bomen door heel Suriname te planten, vooral langs openbare wegen, parken, scholen en andere publieke plaatsen. Het initiatief moet zorgen dat de omgeving wordt verfraaid en de effecten van klimaatverandering wordt tegengegaan. De districtscommissaris van Saramacca en DNA-lid Rajinder Debi benadrukte het belang om zorgvuldig om te gaan met de beplanting en de omgeving schoon te houden. 17 deelnemers uit Nikeri hebben op 14 juni 2024 hun certificaat voor de training Toerbegeleider ontvangen. Deze vijfdaagse training, georganiseerd door het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme en het SHTTC, richtte zich op gidsen en aspirantgidsen en behandelde zowel theoretische als praktische aspecten van toerisme. Directeur Rabin Bouda wees op het belang van deze training voor professionalisering van de toerismesector in Suriname. Hij kondigde verder trainingen aan, waaronder EHBO-cursussen en gidsentrainingen voor andere regio's. Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangekondigd dat de dienstverlening bij het BOG volledig is hervat na een staking. Aanleiding voor de staking waren eisen voor aanpassing van vervoer en kledingtoelagen. Na tussenkomst van de rechter gaan partijen opnieuw in gesprek. Het ministerie streeft naar een duurzame oplossing en benadrukt het belang van stabiele gezondheidszorg. Het zal dan ook blijven werken aan verbetering van de volksgezondheid in Suriname.